Dus ik ga hem nu gewoon laten hoe dat hij is. Dit gaat gewoon worden. Oké, de eerste laag die staat. En nu hebben jullie denk ik wel een klein blikje hoe het ongeveer kan gaan worden. Dan gaan wij op jacht naar het Iacoleo. Oh shit. Oh, die is snel. Die is snel. Oh, hij is supersnel. Daar zijn we, jongens. De garage. Hoppakee. En we hebben een Iacoleo. Hallo mensen en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe ARK. En zoals jullie misschien al wel een beetje zien, ziet het er alweer anders uit. Ja, kijk eens. Ik heb hem een beetje dichtgemaakt. Ik ben hier serieus echt super blij mee. Dit is echt niet normaal veel groter geworden. Natuurlijk gaan we nog een beetje aanpassen, want dit ga ik denk gewoon dichtmaken met de ceilings nog. Dit ga ik er misschien ook nog uitslopen. Maar daar ben ik nog niet helemaal zeker. Daar ben ik nog niet helemaal over eens wat ik hier ga doen. Want ik had eerst dus dit als huisje gemaakt. Dit stukje. Maar ik heb hem groter gemaakt. En weer anders dan hoe het hier was. Want dat is misschien wel grappig om te laten zien. Want hij is weer iets groter dan de vorige aflevering. En ik heb dus dit toch nog wel gedaan. Wacht, ik ga hem laten zien. Kijk, ik heb hem nou dus hetzelfde gemaakt als de andere kant. Leek me wel mooi. Want ik zat te denken, hey, ik ga gewoon mijn oude huisje maken die ik vorig jaar had gemaakt, die jullie tof vonden. Want eigenlijk is dat dus dit, maar dan gewoon 10 keer groter. En aan de achterkant, dit is wel grappig, even hierop. Hoppakee. Hebben we hier dat uitstukje en dan hebben we hier dat rondingje zitten. En daar had ik ook een super vet idee mee met boven. Ik wil daar namelijk ook een bovenverdieping op gaan maken. Echt, ik heb zo hard zitten werken, jongens. Gewoon nog zo. Oh, dat is niet normaal hoeveel dat ik hierin heb gestoken. We hebben dan hier dit stukje, dus dan hier zo loopt. En dan wil ik hier een tweede verdieping op gaan maken. Met, denk ik, precies dezelfde manier als dit. Met de gateways weer en dan weer één laagje. Maar dan zeg maar een soort van kleinere versie. Ik denk dat dat super tof gaat worden. En nog iets met balkonnen en weet ik het allemaal wat gaan maken. En dat leek me super vet. En dan weet ik zeker dat ik dat ga doen. Want dit is echt heel vet. Ik wil hierop de greenhouse gaan maken. Ik denk dat dat echt super gaaf eruit gaat zien. En super vet wordt. En ik had hem al gezien omdat ik natuurlijk bezig ben geweest. Ik heb hier een bordje staan. En dit bordje is echt leuk. Ik vind het echt super geniaal bedacht. Ik ga hem jullie laten zien. Er is een bordje geplaatst met daarop. Speurtocht. Zoek metal huisjes en blaas ze op. Groetjes, de Riven Riders. PS, maximaal 3 huisjes per persoon. Dus de Riven Riders hebben over heel de map metal huisjes geplaatst blijkbaar. En die mogen wij gaan opblazen. Want volgens mij hebben ze dus bij iedereen gedaan. Dus er staat een bordje bij Joost en Rudy. Er staat een bordje bij Harm. Er staat een bordje bij Marniker. En er staat een bordje bij Don. En nou hoop ik dat ik een van de eerste ben die dit bordje heeft gezien. En dat niet al bijna alles weg is. Maar omdat het ook opgeblazen moet worden, moet ik wel spullen gaan leren. Want of ik ga het opblazen met een rocket launcher of met C4. Nou leek me eigenlijk het leukste om het met C4 te doen. Ik weet niet waarom, ik vind C4 leuk. C4, ja, staat onder C4. Leer. Allebei op de fabricator, even kijken. Fabricator en fabricator. Oké. Oh nee, die hebben hier nog maar niks. Rustig joh. Zit allemaal nog op je oude plek. Weapons, explosives. Wat hebben we hier allemaal voor nodig? Veel meer electronics, veel meer polymer. Jee. Ammo. Gunpowder. Crystal. Oh, we moeten een beetje veel gaan doen, jongens. Polymer, dan moet ik weer hebben. Obsidian. Of obsidian, hoe je het wil zeggen. Obsidian. Heb ik dat? Nee. Ik heb wel hier weer veel gunpowder, cementing paste. We gaan gewoon even hier alles pakken. Wat we maar nodig kunnen hebben. Dan moeten wij echt op zoek gaan naar die spulletjes. En dan, oh, dan gaan wij natuurlijk met de Iacoleo. Alleen moet ik een zadel hebben. Hoppakee. Oké, dan hebben we de zadel. Dan ben ik echt super benieuwd hoe de Iacoleo het gaat doen.
Hallo! Daar zijn we! Daar zijn we. Zadeltje erop. Ik heb gewoon nog 23 punten bij jou te doen. Nice. Oké, je bent nog niet echt super snel. Dan gaan we wat doen in je movement speed. Beetje in damage. Doen we wat in weight, want we moeten ook met jouw dingen gaan halen. En stamina. Oké, nog één. Nee, we hebben er nog twee. Movement speed en... Oh, wait. Let's go. Als het goed is hebben we obsidian hier boven op de berg staan. Dus dat gaan wij eerst eens opzoeken. Let's go. Wow, lekker. Hoppakee. Aan de kant, aan de kant. Ik ben op zoek naar obsidian. Eigenlijk is alles wel welkom, want we hebben best veel dingen nodig. Metal is ook wel fijn. Dus al kunnen we dat nou vinden, dan nemen we dat ook mee. Wat is dit? Oh, we hebben hier zilver. Oh, metal. Metal. Oké, dat is voor nu ook even genoeg. Ja, 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 hier. Got it. Obsidian. Obsidian. Ik heb ook geen idee hoeveel ik eigenlijk al van alles moet hebben. Dus we gaan gewoon even deze berg af. En dan, oh kijk hier nog meer. Dan nemen we gewoon zoveel mogelijk obsidian mee. Ik zie daar ook crystal volgens mij. Dus dat gaan we ook meenemen. Ik heb echt gewoon zin in deze speurtocht. Ik vind het super tof verzonnen van die jongens. Echt waar. Oké, dan zit hij nu aardig vol. Dus dan gaan wij alweer een rondje terug doen. En dan gaan we eens kijken wat we al kunnen maken. Want het gaat zo hard in deze server. Daar ben ik ook helemaal niet gewend. Kijk, dit is dus gewoon het handige ook voor zo'n poort in je huis hebben. Hoppakee, die laat je naar binnen. Hoppatee. Ik vind het leuk, jongens. Zo lekker bezig zijn. Haal we dit eruit, want anders gaan we iets anders maken. Dat wil ik niet. Ik heb geen gasoline meer nodig. Nou, voorlopig niet. Lightfire. Ik denk als we serieus nog maar één rondje doen, dat we al super ver zijn. Kijk, hier veel kristal zijn. Wow. Wow, 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 wow. En dan gaan wij weer naar huis. Wij gaan alweer naar huis. Ah, oh, dit is lekker. We kunnen nou aardig wat maken, jongens. Turn on. Daar gaan we. Laten we er 30 maken om te beginnen hiervan. Hier kunnen we dan nog 71 van maken. Doe er dan ook iets van 30. Oké, ik ga even gauw alles op orde brengen. Ik ben zo weer bij jullie terug, jongens. Dit is het makkelijkste om te gaan doen. Dus tot zo! Oké, jongens, zijn we weer. En zoals jullie kunnen zien, het heeft aardig lekker zijn best gedaan. We hebben nu 67 electronics, 130 polymer. Volgens mij moeten we nu alles kunnen craften. Dus ik ga hem gewoon weer aanzetten. Weapons, explosive, detonator. Ik kwam lekker uit mijn woord trouwens. 1 detonator graag, dank u wel. Ammo. Oh, wat missen we? Fiber en hide. Oh, dat zijn wel dingen wat we sowieso kunnen hebben. Hoeveel kunnen we er maken? 3 stuks maar liefst. Ja, doen we er sowieso maar 3. Wat missen we? Wat missen we? Electronics gaan we missen. Dus we moeten electronics erbij maken. En dat kunnen we. Jawel. Craft er weer 3. Hebben we er nu 6. We mogen er maar 3 huizen opblazen. Stel voor, je hebt er 2 nodig per metal. Dan heb je daar aan 6 genoeg. Maar ik ga voor de zekerheid gewoon meer bij maken. Want ik weet het gewoon niet. En dan kunnen we dadelijk weer wat ammo erbij maken. Oh, dat kunnen we al. Al 4. Ja, doe maar. Kunnen we bijna op pad? Kunnen we bijna op speurtocht? Ik heb hier echt gewoon zin in. Ik vind het zo'n gaaf idee van die gasten. Ze maken het nu wel een beetje goed eigenlijk. Ze maken het nu wel een beetje goed na de laatste keer dat ze me hadden gekild toen ik ze tegenkwam. Dit is leuk. Ik vind het echt gewoon een leuke idee. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik had zo'n soort idee had ik zelf ook al om eigenlijk te gaan doen. Dus daar zijn we een beetje voor. Maar dat maakt niet uit, want het is gewoon leuk. Volgens mij is het leuk. Heb ik al gezegd dat dat leuk was? Het is leuk. Oké, jongens. De detonator. En dan hebben we nu 6. En dan komen er nog 4 aan. Dan hebben we 10 C4'en. Is dat genoeg? Zullen we er nog dan 2 bij doen? Ja, we doen er nog 2 bij. Ik zeg, tijd voor een avontuurtje. Een speurtocht. Een speurtocht. Ja, een speurtocht. Maar het kan dus ook gewoon in heel de map zijn, hè, jongens. Waar gaan wij beginnen? Ik heb echt gewoon geen idee. Hoe moet je hier nou aan beginnen? Waar moeten we naartoe? We gaan gewoon, denk ik, gewoon doelloos rondjes lopen op zoek naar... wat liep daar voor iets groots achter? I don't know. Die kant ga ik niet op.
Ik ga deze kant op. Aan de kant. Tududud. Maar wat ik wilde zeggen is echt, hoe gaan we dit nou zoeken? Oh, dit is wel een beetje, hele donkere gamma. Dit is beter. Hallo jongens, zitten jullie hier een beetje vast? Dat is niet zo slim, hè? Oké, we gaan de eerste zoektocht hier beginnen. Ik weet niet, we gaan hier, kunnen we hierin? Ja, oké, jij kan er overheen. Gaan we links of gaan we rechts? Gaan we links of gaan we rechts? Oh, ik heb er gewoon alleen. Ze hebben hem bij mij, gewoon letterlijk onder mijn huisje bijna. Want hierachter is al mijn huisje. Dus dit is gewoon het eerste waar ik naartoe ga om te kijken. En dan plakken wij een C4'tje erop. Neem wij afstand. En dan zeggen wij in 3, 2, 1. Hoppatee! Oh, je had er aan 1 al genoeg. Oké, we hebben er aan 1 genoeg. We hebben veel te veel gemaakt. We hebben een zakkie. Dus we hebben het kistje opgeblazen wat er waarschijnlijk in zat. Wat heb ik? Armor. We hebben een Gilly chess piece. Oh, wel vet gekleurd. Nice. Wij gaan onze zoektocht vervolgen. Waarschijnlijk ga ik alleen hier niks meer vinden. Het lijkt me sterk dat ze hier 2 dingen gaan doen. Ik ben hier trouwens ook nog nooit zo diep geweest. Oh, wat is dit? Er is hier wat, er is hier wat. Het zijn bedden. Waarom zijn hier bedden? Van wie is dit? Van wie is dit? Oh, dit is van Joost en Rudy? Oh, wacht, hier is de cave. Oh, dat is natuurlijk op teleporten. Oké, we gaan de speur toch weer vervolgen, jongens. Op zoek naar het volgende huisje. Zo, dat is opeens fel. Mijn ogen. Ga maar. Waar gaan we allemaal heen? Ik ga hierheen. Huisjes. Poelen. Waar zijn jullie? Hallo. Ik ga jou gewoon ook al killen. Ik ga zoveel mogelijk killen wat ik tegenkom, jongens. Dan hebben we gewoon allemaal puntjes. Puntjes die hebben we nodig bij dit beestje. Zo, jongens. Dit is een groot huisje. Misschien moeten we deze even opblazen. Nee, een geintje. Geintje, jongens. Geintje, want ik vind het leuk wat jullie doen. Dit is een grapje. Wat zit er achter me aan? Ik ben toch sneller. Doei. Echt, ze kunnen het ook echt overal kwijt. Het is, waar moet je dit zoeken? En waar ben ik? Ik ben echt gewoon doelloos rondjes aan het rennen. Ik heb geen idee waar ik naartoe ga eigenlijk. Ik ben echt op plekken waar ik volgens mij nog nooit ben geweest. Hé, maar zo kunnen we de map een beetje. Misschien komen we nog leuke dingen tegen dat je denkt van... Hé, hier wil ik misschien ook nog wel een keer wonen. En nou weet je ook een beetje wat waar allemaal rondloopt. Hé, we gaan hier omhoog. Yo, go, 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 go. Bergjes, we gaan bergjes bekijken. Nieuwe tactiek, bergen. Het zou wel een goede plek zijn om het op zo'n soort berg. Want dit is gewoon bijna dezelfde kleur van metal huisjes. Ze kijken super makkelijk overheen. Dus zou me niet verbazen als ze het ergens op zo'n berg hebben gedaan. Hallo jongens, hoi, doei. Hey, ik vroeg me af, hebben jullie trouwens metal huisjes gezien? Naar voren toe? Oké, doei. Wow, ze zitten nog achter me aan. Ze zijn sneller dan ik dacht. Ze zijn sneller dan ik dacht. Sneller dan ik dacht. Tactieken, weg. Dit kunnen ze niet. Haha. Doei. Is dit wat ik denk dat het is? Het is wat ik denk dat het is. Het is wat ik denk dat het is. Gaan we eerst even een beetje veilig stellen. Jij dood. Jij dood. Gaan we weer. Gaan we weer. Ik vind het leuk om te doen. We gaan hier het beamgeluidje onder doen. Dat is leuk. Gaan we doen. Up, C4 erop. Oké, mensen. Tellen jullie mee. In 3. In 2. In 3. 2. 1. Beam. Waarom is deze niet in 1 keer? Gaan we nog een keer. Plak. Waarom plakt hij hem er ook zo stom op? In. Go. Komt dat omdat dit beest ervoor zit misschien? Beest. Je hebt niks in je inventory, dus blijf hier niet liggen. Je verspil mijn C4'en. En go! Ja, oké, het lag aan hem. Wat hebben we hier? Wat hebben we hier? Oh, spannend! Tromgeroffel! Mastercraft Riot Boots. Nice. Oké, dus deze is ook kapot. Oh, weet je wat we eigenlijk moeten doen? Eigenlijk moeten we er briefjes weer terug in achterlaten. Oké, we moeten hem natuurlijk wel op een foundation zetten, maar ik kan hem niet dichterbij doen dan dit. Maar is dit zichtbaar?
Oké, okay, kijk. Hier kan hij. Dus al doen we hem nou hier, dan staat hij ook best wel in zicht. Ja. En dan doen wij deze wegzetten. En dan gaan wij een briefje pakken. Ik was je voor succes met de speurtocht, sir. Checks. En die gaan wij hierin doen. Is die open? Ja, hij is open. Kijk, die moeten ze wel zien. Als je hier dan bent. Hey, kijk, daar staat iets. Oké, nog één te gaan. En dan gaan we dadelijk ook nog even hetzelfde doen bij het andere, denk ik. We gaan wat meer die kant op. Want de andere komt daar vandaan. Die komt daar vandaan. Dus we gaan nou wat meer daarheen. Ook al zeggen, hey, ik heb er een, maar dat is een ruïne. Maar, in een... meneer de Wolf, wilt u dit niet doen? Maar wat ik wilde... Ga nou allemaal eens een keer weg, man. Ik wil iets vertellen aan mijn kijkers. Dankjewel. Ik wilde zeggen, bij een ruïne moet meestal ook iets van een noot of een kistje of iets zijn. Ja, kijk, hier is die. Got him. Oh, het gaat over de bug. Kijk, in de bug kan water zitten. Of er zit olie in. Ja, dat wist ik al. Dankjewel. We gaan eventjes bij Joost, Rudy en Harm kijken. Of hun bordje er nog staat. Want als hun bordje er niet meer staat, betekent het misschien wel dat hun hem al hebben gedaan. Oké, okay, we zijn alweer bijna bij de groene. En ik ben ook gewoon nog steeds niks tegengekomen. Dus ze hebben serieus echt wel goede plekken gezocht. Oké, okay, we zijn bij Joost en Rudy. Ik zie een bordje. Dus ik denk dat hun hem nog niet hebben gedaan. Kijk wat zelf staat. Spurt. Oh, dit is een spurt. Ik heb een speurtocht, maar Joost en Rudy hebben een speurtocht. Speurtocht. Zoek de metalhuisje en blaas ze op. Zit loot in. PS, niet meer dan 2. Ha, hun mogen er maar 2. Haha, groetjes de Riven Riders. En hoe is het bij die Harm? Shit, hij is hier weg, denk ik. Oh nee, wacht, daar is een bordje. Au, Harm, haal je turret weg. Speurtocht. Zoek met een huisje en blaas op. Groetjes de Riven Riders. PS, maximaal 3 huisjes per persoon. Oké, okay, Harm mag er wel 3. 1 hour later. Ik zie daar wat. Nee, het is een... Maar even serieus, dit is toch wel dicht bij mijn huis? Ja, hierachter ergens zit mijn huis. God dang it, ben ik gewoon al hier? Heb ik serieus gewoon al allemaal rondjes gelopen? Ik ben al in de buurt bij Dom geweest. Ja, dat is nog een plek die we moeten doen. In de buurt bij Dom. Nu we toch weer naar Dom gaan en dan hier langskomen, is het even leuk om denk ik weer gewoon even... Hier ook dat dingetje te zetten dat we hier al geweest zijn. En dan moesten wij hier links af. Kijk, daar is hij. Hier is hij. Hoppatee. En dan gaan we onze zoektocht weer vervolgen. En dan gaan wij richting Don. Dat is het enige stukje waar ik nog niet echt ben geweest om te zoeken. Nou, om rondjes te rennen. Dus wij gaan deze kant eventjes op. En dan... Gaan we het hier even uitkammen. 2 hours later. Het is trouwens ook gewoon niet normaal. Hoeveel tijd ik hier insteek om die huisjes nog te vinden. Vooral de laatste. Want ik ben al best wel lang aan het zoeken. Maar nog niet gevonden. We gaan hier eens kijken. Dit is wel een grappig plekje. Dit plekje voelt goed. Ik weet niet waarom. Het voelt goed. Hé, allemaal paardjes. Hallo paardjes. Hebben jullie een huisje gezien? Ik ben op zoek naar een huisje. Hier, dit was toch een super tof plekje geweest. Gewoon hier zo pop, bovenop. Huisje! Ik heb mijn laatste huisje gevonden. Mijn gevoel was wel goed. Oh yes. Go, 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 go. Ik nak even het huisje voor Don weg, want die staat heel dicht bij Don deze. Donne, als je dit ziet, sorry. Ik heb het huisje die volgens mij best dicht bij jouw beest staat. Dus deze was misschien het makkelijkste voor jou geweest. Oh, dan mogen we weer, jongens. Op zout. Hé, hey, je hebt mijn spyglass. Eikel, je hebt mijn spyglass. Kom hier. Oké, okay, doei. Boeiend ook, zo'n spyglass. Oké, okay, gaan we weer. 1, 2, 3.
Plak. En... dat is de verkeerde knop. 1, 2... Piem. Waarom doet hij deze nou ook niet in één keer? Waarom is deze zo moeilijk dan die ander? Boom. Got him. Wat hebben we? Oeh, een Mastercraft zwaard. We hebben een Mastercraft zwaard. Dit is dik. Dit is heel vet. Even dit hier weer achterlaten. En deze gaat in het... kistje. Oké, ik heb er drie. Ik heb er drie gehad, jongens. Voor, als, Riven Riders, als jullie kijken. Ik heb er drie gehad. Ik ga stoppen. Ik ga er geen meer opblazen. Ik hou hem aan de regels. Bedankt voor deze leuke speurtocht. Ik vond dit echt super, maar dan ook echt super gaaf. Leuk bedacht. En grappig om misschien ook zulke soort dingen met elkaar te blijven doen. Dat we elkaar gewoon gezellig bezig kunnen houden. Ik vind dit echt serieus heel leuk. Wow. Wow, wat is dit? Wat gebeurt er? Ik kan ook echt niks doen. Oké, nu weer wel. I'm out of here. Wat was dat voor beest? Daar is hij weer! Ga weg, man! Kom hier. Holy crap, wat gebeurt er allemaal, jongens? Wow! Wegwezen. Ik ben bijna dood. Ik moet daarheen, want dat is volgens mij mijn bergje. Wow, ik weet even niet wat daar gebeurde. Dat ging allemaal zo snel. Maar we leven nog. Dus ik zeg tot dadelijk, tot we thuis zijn. Oké, daar ben ik weer, want we zijn thuis. Ik heb de weg kunnen vinden, jongens. En meisjes. Ze zijn thuis en we gaan alles maar eens even uitladen. Ik ga even mijn inventory een beetje legen en dan gaan wij denk ik een beginnetje maken aan een greenhouse. Leek me wel leuk om daar even een beginnetje mee te doen. Dus ik ga gauw even mijn spul op orde brengen en dan zie ik jullie dadelijk weer.